Voor de mensen die kijken en niet weten wat ze willen doen, ik wist het ook niet. Ik wist wel dat ik voor mezelf wilde werken, maar ja, er zijn nu zoveel nieuwe functies erbij, waar moet je beginnen? De Business Club begon ik omdat ik boeken wilde schrijven en uiteindelijk ben ik uitgekomen tot uitvaartverzorger. Dus jij weet ook niet wat erin zit en je weet ook niet wat eruit kan komen. Dus ik zou zeggen, om je passie te vinden, zou ik het toch proberen. Ik heet Shivania, ik ben 21 jaar en ik ben member bij de Business Club. Ik ben begonnen bij een ander traject vanuit de gemeente en ik ben toen hier naartoe gekomen omdat ik heb verteld dat ik voor mezelf wilde werken en hun de Business Club bij mij vonden passen. Ik had eigenlijk niet zo heel veel verwachtingen ervan, omdat ik dacht het is weer een training. In het begin was ik best wel gesloten. Het was best een grote groep, dus ik werd best wel stil in een grote groep. Uiteindelijk merkte ik dat de trainers toch echt wel focussen op één-op-één gesprekken met je. Ze nemen echt de tijd en al duurt het 2 uurtjes, ze blijven zitten en ze praten met je. Ik heb ook echt gemerkt dat de members op een gegeven moment met elkaar begonnen te connecten en er vriendengroepen ontstonden. Dus er was best wel wat eigenlijk netwerk en het was best wel sociaal hier. Mijn droom is uiteindelijk om een eigen uitvaartcentrum te openen en hierbij sterfbegeleiding ook te geven. Dit is nog een hele grote stap, maar zolang ik mezelf blijf geloven en zolang ik mijn stappen naar succes blijf behalen, ga ik er zeker komen. Wat ik aan anderen zou willen adviseren is om zeker een poging te doen om te komen kijken. Anders kan je natuurlijk niet beoordelen. Ze nemen hier de tijd voor je, zoals ik zei. Kom langs, je zal vanzelf merken dat de sfeer lekker chill is. Het is best huiselijk. Er staat altijd muziek op. Er is altijd wel iemand met wie je wil praten. En er is ook altijd wel iemand die naar je wil luisteren. En wil jij doen wat jou gelukkig maakt en wat diep in jou zit, dan zou ik komen kijken. Succes en doei!